en heren, goedenavond. Welkom bij Teliak. U kunt nu gaan kijken naar de eerste les van de serie Tekenen en Schilderen. Eerste les van de cursus tekenen en schilderen. De cursus kan natuurlijk nooit een cursus zijn die u maar van het begin tot het eind hoeft te volgen om dan een volleerd kunstenaar te zijn. Maar wat we wel kunnen doen, dat is u kennis laten maken met een hele hoop verschillende materialen, met verschillende technieken. En we kunnen u leren kijken naar de dingen. We kunnen u leren de dingen om u heen zo te zien dat u ze zelf op papier vorm kunt geven volgens uw eigen ideeën. Daarvoor zijn natuurlijk heel veel oefeningen nodig. In het cursusboek staat een grote hoeveelheid oefeningen. En ook voor de televisie zullen we een heleboel oefeningen doen. De cursus is als volgt opgezet. We hebben 12 lessen. De eerste 3 lessen daarvan zijn basislessen, waarin u kennis maakt met allerlei basisprincipes, met beeldelementen zoals lijn, vorm en kleur. En u maakt daarin ook kennis met compositie. En de rest van de lessen gaan steeds in op allerlei aparte onderwerpen, zoals het tekenen van landschap, van naaktmodel, van planten en dieren. In die lessen zult u ook kunstenaars aan het werk zien. Ieder weer met zijn eigen techniek en ook steeds weer met andere materialen, zodat u een beetje kunt zien hoe andere mensen dat nou aanpakken, hoe andere mensen met zo'n onderwerp bezig zijn. In deze eerste les gaan we het hebben over beeldelementen, over de beeldelementen lijn, vorm, toon, perspectief en beweging. En dat zijn elementen die we gebruiken om een tekening mee op te bouwen. We beginnen met de lijn. Daarvoor hebt u nodig een zacht potlood of een grafietstift, ook heel zacht. En wat goedkoop papier, en daarvoor is bijvoorbeeld schrijfmachinepapier heel geschikt. We gaan nu alleen wat oefeningetjes doen, wat spelen met de lijn, om een beetje vertrouwd te maken met de manier waarop u met de materialen kunt werken. U ziet als u afwisselend hard en zacht drukt, dat u een gevarieerde lijn krijgt. Probeer eens wat gewone rechte lijnen, wat golvende lijnen, zigzaglijnen, onderbroken lijnen. U krijgt dan een beetje een gevoel van wat u met het materiaal wat u gebruikt kunt doen. Als u lijnen herhaalt, dan ontstaat er een structuur. Als u dus een bepaalde lijnsoort herhaalt, dan ontstaat er een structuur. En zo'n structuur kan heel verschillend van karakter zijn. Dat hangt af van wat voor materiaal u gebruikt. Ik zal u laten zien bijvoorbeeld wat houtskool doet. Als u met houtskool dezelfde oefening van daarnet herhaalt, dus met veel en weinig druk tekent, en u herhaalt die lijnsoort een aantal keren, dan ontstaat er een structuur die wat zacht en wat wollig aandoet. Maar als u ditzelfde gaat doen met viltstift, dan ziet u dat u een heel ander soort structuur krijgt. Het is veel scherper, het doet helemaal niet meer wollig aan. Het verschil tussen veel en weinig druk is ook nauwelijks meer merkbaar. En zo ziet u dus dat die structuren ontzettend afhankelijk zijn van het materiaal wat u gebruikt. Dit zijn hele nuttige oefeningen om te doen. U leert een beetje zien wat het materiaal kan doen. En zeker als u behalve dat tikpapier ook nog eens andere papiersoorten gebruikt, want materiaal geeft op ieder papiersoort weer een ander effect. En verder is het ook prettig dat u zo een beetje vertrouwd raakt met materiaal, merkt wat u zelf prettig in de hand ligt, waar u zelf fijn mee werkt. Als u in het boek kijkt,
Dan ziet u dat er naast allerlei verschillende teken- en schildermaterialen ook verschillende papiersoorten zijn opgenomen en allerlei oefeningen. Er zijn dus ontzettend veel mogelijkheden om te experimenteren met allerlei materialen. In deze les zullen we u wat informatie geven over potlood, over conté en over houtskool. Hard potlood maakt scherpe lichtgrijze lijnen. Zacht potlood geeft brede, zachte en donkere lijnen. En deze zachte potloden zijn het meest geschikt om mee te tekenen. Vooral die dikke grafietstiften werken prettig. Gebruik potlood in het begin alleen voor oefeningen en snelle schetsen, want het is moeilijk materiaal om uitgewerkte tekeningen te maken. Gum niet in de schetsen, maar verander over de foute lijnen heen of begin opnieuw. Conté is er in staafjes en in potloden. Het is veel zwarter dan grafiet. Conté staafjes kunt u gewoon gebruiken met de punt op papier, maar als u die staafjes of stukjes daarvan plat legt, dan kunt u ook vlakken maken. Het vlekt gemakkelijk, maar die eigenschap kunt u ook gebruiken. U kunt door erin te vegen bepaalde effecten krijgen. Kneedgom, dat gebruikt u om donkere vlekken op te lichten. Houtskool is zwart materiaal dat heel los op het papier ligt, dus gauw vlekt. U moet er dus voor zorgen dat u bij het tekenen niet met uw hand over het papier gaat, want uw tekening is dan namelijk vrijwel uitgeveegd. Met een wiek kunt u in de houtskooltekeningen vegen of lichte plekken erin kloppen. En ook kneedgom kunt u gebruiken. Houtskooltekeningen moeten altijd gefixeerd worden als u ze wilt bewaren. Voor het fixeren zijn verschillende spuitbussen in de handel, zoals deze. Spuitbussen zijn verhoudingsgewijs wel erg duur. U spuit dan op deze manier over uw tekening, zodat hij gefixeerd blijft. Maar veel goedkoper is een flesje fixatief met een mondspuitje. Dat mondspuitje, dat ziet er zo uit. Het korte, brede pijpje is het deel waardoor u blaast, dus wat u in uw mond steekt. Dan buigt u het zo dat dat mondgedeelte haak staat op het gedeelte dat in het flesje gaat. En dan kunt u door te blazen uw tekening fixeren. Spuit u nooit van te dichtbij, want anders kan de houtskool toch gaan doorlopen. Probeer altijd eerst even op een proefje wat de goede afstand is. En het beste is, of heel gemakkelijk is het, als u daarvoor een van die proefjes van uw oefeningetjes probeert. We hebben het nu over lijn gehad. En een ander beeldend element is de vorm. Alles wat u om u heen ziet, kunt u, zoals bijvoorbeeld deze lamp, zien in lijnen, in omtreklijnen. Maar u kunt er ook de eenvoudige grondvormen in zien, zoals hier bij de lamp een driehoek met daarbovenop een rechthoek. En vrijwel alles om ons heen kunnen we zien als een samenstel van geometrische vormen, van driehoeken, van rechthoeken, van cirkels. Als we bijvoorbeeld deze vaas nemen, dan kunt u ook zien dat u ook in de vaas weer kunt terugvinden, behalve de omtreklijn, de grondvormen, de
meest eenvoudige vormen, in dit geval een driehoek en een ovaal. En als u zich oefent in het op deze manier kijken naar voorwerpen, naar de dingen om ons heen, dan wordt het gemakkelijker om te leren schatten hoe groot of hoe klein dingen zijn, hoe hoog in verhouding tot de breedte, hoe groot en klein dingen zijn in verhouding tot andere voorwerpen in de omgeving. En nog een belangrijk element daarbij is het kijken naar de negatieve vorm of de restvorm. Als we weer even de tekening van de lamp nemen, dan bedoelen we met negatieve vorm de vorm van de ruimte om de lamp heen. In dit geval bijvoorbeeld hier, de vorm van de ruimte tussen de lamp en de arm van de lamp. Als u dit goed kunt zien, als u die negatieve vormen ziet, dan wordt het ook makkelijker bijvoorbeeld om te zien hoe schuin de arm van de lamp loopt in verhouding tot de lamp. En dit is heel belangrijk bij het tekenen, dat u leert de dingen in hun grondvormen te zien, dat u naar de restvorm kunt kijken, want dat maakt het gemakkelijker voor u om in een omgeving met veel verwarrende details, met veel lijnen, de meest belangrijke en voor uw tekening meest wezenlijke elementen eruit te halen. Het derde beeldelement naast lijn en vorm is het element toon. En dat wil zeggen hoe licht of hoe donker een bepaald deel van uw tekening is. En toon, om dat te maken, gebruiken we structuren. Ik kan dat laten zien. We herhalen een lijnsoort. Hier is dat eerst gedaan met eenvoudige rechte lijntjes. De structuur is vrij open. De toon is tamelijk licht. Maar gaan we daar nou in een andere richting doorheen arceren, dan wordt de structuur dichter en de toon wordt een stuk donkerder. En zo kunnen we verder gaan. We kunnen in nog een andere richting doorheen arceren, waardoor de toon weer donkerder wordt. En zo kunnen we doorgaan totdat de structuur zo dicht is geworden dat we bijna zwart overhouden. Zo kunnen we dus met behulp van structuur, waarvoor u niet alleen maar deze rechte arcering hoeft te gebruiken, maar u kunt natuurlijk allerlei andere structuur bedenken, zo kunnen we toonverschillen maken die lopen van wit naar zwart, met alle daartussen liggende tinten grijs. Tonen zijn op verschillende manieren te maken door verschillende structuren te gebruiken. En afhankelijk van de structuur die u gebruikt, krijgt het voorwerp dan ook een wat ander karakter. Nou heeft ieder voorwerp een lichtkant en een schaduwkant. En als u die aangeeft, dan moet u daarbij onthouden dat de donkerste tonen in het midden liggen van de donkere kant en de lichtste tonen in het midden van de lichte partij. En om dat licht aan te geven, die lichte tonen, kunt u natuurlijk heel goed gebruik maken van het wit van uw papier. Als u nou een heel andere structuur gebruikt, dan bereikt u daarmee dat het voorwerp ook meteen een heel ander soort, een heel ander karakter lijkt te krijgen. En u ziet dat door dat aangeven van die tonen het voorwerp ook al een beetje los van het papier lijkt te komen.
We komen weer terug bij de lamp. En daar kunt u nu op dezelfde manier een ruimtelijke werking aan geven door tonen aan te brengen. En die tonen, die laat u dan meelopen met de vorm van de lamp. En ook hier is het natuurlijk weer zo dat de donkerste tonen in het midden van het donkere gedeelte liggen en de lichtste tonen in het midden van het lichte gedeelte. Dan nog een tip: als u een cilinder tekent, en u wilt die cilinder hol laten lijken, dan kunt u dat bereiken door de bovenkant, of wat dan in dit geval de binnenkant wordt, te toon te geven met verticale lijntjes. Terwijl als u een cilinder massief wil laten lijken, dan arceert u die bovenkant met horizontale lijnen. In dit geval lijkt de cilinder dus hol en in dit geval lijkt hij massief. En dit ruimte, diepte scheppen op papier, dat brengt ons meteen bij het volgende beeldelement, namelijk perspectief. De horizon is heel belangrijk als het gaat over lijnperspectief. De horizon ligt op de ooghoogte van de kijker. Alles wat groter is dan de kijker of de tekenaar steekt dus boven de horizon uit, en alles wat kleiner is ligt onder de horizon. Dichtbij of ver weg maakt daarbij geen verschil. De bomen die groter zijn dan u zelf blijven, ook als ze in de verte staan, boven de horizon uitsteken. U kent ongetwijfeld het verschijnsel van een weg die zich voor u uitstrekt. Het lijkt dan net alsof de lijnen van de weg naar elkaar toe lopen en elkaar ontmoeten op een punt aan de horizon. Dat punt noemen we het verdwijnpunt. Alle horizontale lijnen die evenwijdig lopen aan elkaar hebben een gemeenschappelijk verdwijnpunt aan de horizon. Horizontale lijnen die recht voor u uitlopen hebben dat verdwijnpunt voor u aan de horizon. Lijnen die naar links of rechts van u weglopen, hebben dat verdwijnpunt links of rechts op de horizon. Hoe verder mensen of dingen van u verwijderd zijn, des te kleiner lijken ze. Iemand die de weg voor u afloopt, lijkt steeds kleiner te worden. Iemand die naar u toe loopt, lijkt steeds groter. Aan de lengte die iemand boven de horizon uitsteekt, kunt u de lengte of het standpunt van de kijker of tekenaar afmeten. In dit geval lag die ooghoogte dus beneden het normale standpunt. In elke tekening zit beweging. En beweging is ons vijfde beeldelement. Wat beweging precies is, dat kunnen we het gemakkelijkst maar gewoon laten zien. Als u kijkt naar deze tekening, dan ziet u dat de beweging hier diagonaal over het papier loopt.
Uw ogen worden in feite de tekening uitgeleid. Kijken we naar deze tekening. Deze tekening bestaat alleen uit structuren. Dan ziet u dat de beweging rondloopt. Uw ogen worden geleid naar het middelpunt van de tekening. En bij de laatste tekening ziet u hoe de beweging het kader van de tekening volgt. Ook hier blijven uw ogen binnen de tekening. Ze worden niet uit de tekening geleid. We hebben nu de vijf beeldelementen behandeld. We hebben behandeld lijn, vorm, toon, perspectief en nou dus beweging. En die beeldelementen zijn in feite bouwstenen waarmee u de compositie opbouwt. En we willen u nou nog even laten zien hoe anderen deze beeldelementen in hun eigen werk hebben gebruikt. Deze tekening van Bala heet Autorace. En hij heeft verschillende fasen van de beweging in één vlak verenigd. Van rechts naar links wordt de ronding van die hoofdlijn steeds sterker. De diagonale lijnen en de spiralende cirkelvormen bewegen zich in een regelmatig ritme voort. Bala wilde niet de raceauto zelf weergeven, maar de snelheid van het racen verbeelden. Door de vervagende schaduwpartijen vloeien de verschillende fasen van de beweging ineen en roepen een sterk gevoel van dynamiek op. Deze tekening van Wessel Cousijn van een zittende figuur is typisch een tekening van een beeldhouwer. De menselijke gestalte is als romp, ledemaat en hoofd teruggebracht tot bijna cilindrische vormen. Korte, heftige penkrassen geven de tonen aan die de vormen hun plasticiteit geven en de ruimte oproepen. Details zijn niet weergegeven. Het hoofd heeft zelfs nauwelijks een gezicht. En beweging is totaal afwezig. Deze tekening van Paul Klee heet Straatverkeer. Een dichte structuur van rechthoekjes overdekt het grootste deel van het beeldvlak. Het bovenste deel van de tekening is leeggelaten. Dat zou de lucht kunnen zijn. En ook links is een open plek. Bijvoorbeeld een plein of een stuk straat. Naar beneden toe wordt de structuur steeds dichter. Sommige vlakjes verdichten zich tot zwart gearceerde blokjes. Hier en daar suggereren wat krullende lijntjes bomen. Maar het is absoluut niet duidelijk bij welke vorm welke lijn hoort. Alles krioelt door elkaar als in een straat tijdens het spitsuur. Experimenteer eens met lijn en vorm, toon of beweging. En u kunt daar bijvoorbeeld heel goed eens een vakantiefoto voor nemen en die dan heel los en schetsmatig gaan uitwerken. Bijvoorbeeld alleen de grote vormen aangeven. Dus u kijkt verder absoluut niet naar details. U geeft heel schetsmatig, heel los de grootste vormen aan die u ziet. Maar behalve alleen die grote vormen kunt u in die foto ook een heel andere tekening zien. Bijvoorbeeld een tekening alleen in lijnen.
Dus u kijkt weer absoluut niet naar details. U tekent alleen in hele snelle lijnen de hoofdzaken van wat u ziet. En dan zou u nog kunnen proberen om eigenlijk alleen maar te kijken naar de licht-donker verschillen. Dus alleen maar toon aan te geven. Zo ziet u dat u zo'nzelfde foto op allerlei verschillende manieren kunt zien en ook op allerlei verschillende manieren heel vlug en heel schetsmatig kunt gaan uitwerken. Het is natuurlijk onmogelijk om meteen de eerste keer al alles te begrijpen en te onthouden, maar dat hoeft ook niet, want in de volgende lessen komen we op deze beeldelementen steeds weer terug. En in die tussentijd kunt u rustig het eerste hoofdstuk van het boek nog eens doorlezen. En u kunt de oefeningen doen die daarin staan opgenomen. Maar er staan heel veel oefeningen opgenomen. En de bedoeling is dat u dan eens rustig kijkt welke voor u nuttig zou kunnen zijn. Welke u bij uw eigen werk verder zou kunnen helpen. En u kunt natuurlijk oefenen in het kijken naar de dingen om u heen. De dingen zo proberen te zien dat u ze alleen in lijnen ziet of alleen in vormen bijvoorbeeld. Veel succes en tot de volgende week. Dan gaan we het hebben over kleur. Deze eerste les wordt zondagmiddag herhaald om 2:55 ook via Nederland 1. Dit cursusboek kost 49,50 gulden. U kunt dit bestellen door 49,50 gulden over te maken op Giro 54 42 32 ten name van Teliak in Utrecht. Voor deelnemers in België is de bestelwijze 925 frank op rekeningnummer 000 056 85 02 82 ten name van Teliak in Antwerpen. Tot zover weer deze Teliak-uitzending. Goedenavond.